Mijn naam is Johan Verlot. Ik woon in Drongen. Ik ben getrouwd met Peggy. Ik heb 3 kinderen, Henri, Justine en Helena. Wij hebben een kleiner melkveebedrijf van een 35-tal stuks melkvee en 40 jongvee. Wij zijn voornamelijk gericht op exterieurfokkerij in functie van lange leefbaarheid. We houden enorm van koeien die oud kunnen worden, vlot oud kunnen worden zonder al te veel problemen. En als dat, we hebben verschillende koeien van 9e kals, 8e kals, 7e kals. Dan word ik wel happy van. Dat is iedere dag plezier in de stal. Wij zitten hier dicht bij de stadsrand van Gent. Daardoor wordt het moeilijk om uit te breiden. We zitten al redelijk dicht bij de autostrade en al. We willen verder met de veestapelen. We letten op dingen als ribdiepte, breedte en het skelet. Natuurlijk, uieren en benen moeten top zijn. Wij zijn zachtjes aan, voorzichtig begonnen met genomics. We waren een beetje wantrouwig. Maar nu hebben we toch enkele kalveren DNA laten nemen om dan de resultaten te vergelijken met hetgeen we zien in de stal, in de praktijk. En zo nog meer gericht de individuele toppers er kunnen uithalen. Als hulpmiddelen voor ons doel te bereiken, geloven we wel in NPR, bedrijfsinspectie, genomics. Deelname aan prijskamp om onderling de koeien te vergelijken. Want thuis kun je zeggen, ja, ze is zo en zo, maar in de ring zie je het wel het verschil nog beter, vind ik. Violet belichaamt wel ons ideale fokdoel. Ze is diep, ze heeft de breedte, ze heeft de finesse. Goede been, goede uier, kruis. En de moeder is ook 9 keer gekalfd bij ons op bedrijf. Is nog aanwezig, 11 jaar oud. Ze is ook de hoogst gepunte koe rebonte van Vlaanderen momenteel. Dus dat is wel spannend en bijzonder voor ons.